Je zit in een gemakkelijke houding. Begin met even te voelen of je twee zitbeentjes op een gelijkaardige, evenwichtige manier contact hebben met het tapijt of het kussen waarop je zit. Je mag even naar links, naar rechts, om te voelen dat je niet op het ene beentje meer steunt of het ander. Want soms kan er dan iets gekneld worden na een tijd in je heupen, bekken, onderrug. Dus even heel zacht van links naar rechts even zitbeentjes onderzoeken. En dan een mooie rug zonder flink te zijn. Dus even je kruin naar boven duwen en dan je onderrug ontspannen. Dus je bekken gaat automatisch, zakt iets meer naar voren, die stuit, neemt een bocht naar voren. Als je ooit een keer een skelet gezien hebt of nog een keer ziet, even goed kijken hoe dat natuurlijk is. Dus er is dan ook een natuurlijke holte in je onderrug. Dus niet flink zijn zoals je leerde op school. En dan je kruin even naar boven duwen en ontspannen. Je schouders zijn open en je laat je schouders ook een beetje zakken. Zonder forceren, zonder dus echt je schouders naar achter te duwen, maar ontspannen. En je hoofd weegt dus ongeveer 6 kilo, de meeste hoofden. En als je hoofd niet recht op je wervelkolom staat, belast je dus heel je lichaam. Dus mensen die te veel naar voren hangen en altijd naar de grond kijken, hebben zeker ooit rugklachten of bekkenklachten en zo verder. Dus mooi hoofd, recht. Zoals je ziet in veel landen waar vrouwen, maar ook mannen heel veel op hun hoofd dragen. Dat is eigenlijk de juiste houding voor je hoofd en nek. Want dan belast je je rug niet. Dus even kijken hoe je houding is. En dan mooi ademen, buik, flanken, longen. En voel of je ontspannen bent. Misschien heb je deze zomer minder tijd gehad om yoga te doen of bewust om te gaan met je lichaam. Dus nu is het de tijd weer om alle aandacht naar binnen te brengen. En je ademhaling brengt je bij jezelf. Alsof je toch altijd onbewust zo beïnvloed bent door de buitenwereld. Mensen om je heen, nieuwsberichten. Maar nu gaat het echt over jou vandaag. En in dat gevoel laten we 3 maal om trillen, inademen, buik, flanken, longen. Luister naar die trillingen van die om in je lichaam. Het is een soort oerklank van verbinding, dus ook de verbinding met jezelf en je lichaam.
En dan inademen, naar voren kijken, in. Pauze, zo ver mogelijk naar voren en dan uitademen, mooi. Schouders gaan dicht en je handen dus. Je bekken is nu verder dan je schouders. Inademen, naar voren. Uitademen, heel mooi. Dus je bekken gaan naar voren, schouders naar achter. En mooi op je eigen ritme in. En uit. En voel die openheid in je bekken, onder rug, dus zonder te forceren. Dus in naar voren. En uit. Ontspan. Dus elke keer open en weer dicht. Je neemt dus heel veel mooie energie op. En je laat ook los. En voel ook vooral nu weer die zitbeentjes en die onderrug. Heel vloeibaar. Je lichaam bestaat 80% uit water, dus vloeibaar. En langzaam stop. Weer mooi je wervelkolom opbouwen, dus kruin naar boven. Dus mooi je kin in de juiste houding. En dan je bekken ontspannen, die zakt dus door terwijl je kin mooi blijft. Je doet niet dat, maar dat is mooi dat. En dan, dus bekken ontspannen. Je zit dus in een verzorgde houding. En ik voel dat we gaan nog dieper dit seizoen naar nieuwjaar toe. Want er gaat nog zoveel veranderen in de wereld, dat we mooi bij onszelf kunnen blijven. Dus mooi ademen, ontspannen. We gaan nog meer en meer driedimensionaal naar het lichaam kijken, om je lichaam beter te leren kennen. En dan mag je naar de linkerkant kijken, dus je kijkt naar links en je schouders en je bekken draaien en je doet zelden naar de linkerkant in. En uitademen, ga je naar achter. En mooi vloeibaar, dus in naar voren en uit naar achter. Heel mooi. Dus zonder forceren, dus invloeibaar. Ook weer je schouders open, in en uit, weer mooi naar achter. Heel vloeibaar. En je bent bewust van heel je lichaam, dus je zitbeentjes, heupen, bekken, heel je wervelkolom, je schouders, je nek. Alles vloeibaar maken.